Hallo en welkom bij Mijn Piepshow Do It Yourself. Voor alle situaties waarin je alleen bent, maar toch de randjes op wil zoeken. En laat in de comments even weten waar jij een Do It Yourself over wil zien. Vandaag gaan we het hebben over beter leren vingeren. De meeste vrouwen hebben clitorale stimulatie nodig om klaar te kunnen komen. Maar dit betekent niet dat je gelijk als een malle los moet gaan op die klit. Vingeren is voor mij haatliefde. Want aan de ene kant vind ik het fucking chill. En ik ben ook een van die meisjes die echt clitoraal gestimuleerd moet worden om überhaupt klaar te kunnen komen. Aan de andere kant vind ik het dus ook een beetje frustrerend omdat ik het zelf niet kan. En toen ik jaar of 14, 15 was, dacht ik dat betekende dat ik zo, weet je wel, erin moest en moest gaan roeren. Dit dacht ik ook alleen maar omdat ik jongens dat heb zien doen. Zij wisten waarschijnlijk ook niet wat ze aan het doen waren, maar ik dacht ook, dit is vingeren. En toen ik uiteindelijk dus wat meer leerde over mijn orgasme en wat ik chill vond en wat niet, heb ik het nog wel eens vaker geprobeerd, maar het duurt me gewoon te lang. Ik zeg het je eerlijk, het duurt me gewoon veel te lang. Ik heb andere dingen te doen in mijn leven. Ik moet ook slapen, weet je. Ik kan niet een half uur lopen vingeren en dan een soort medium orgasme krijgen. Als iemand anders mij vingert, werkt dit wel overigens. Alleen, ik heb zo'n gevoel dat dat te maken heeft met dat iemand anders het bij mij doet. Dus dan ben ik minder bezig met, ik ben mezelf nu aan het vingeren en meer van, oh, dit overkomt me en dat is dan ook geil. Dus ik ben nogal lui geworden en dat vind ik best wel jammer. Want er is zoveel te ontdekken en vingers zijn wat dat betreft echt de meest prachtige instrumenten om je orgasme op te wekken. Want je kan er ongelooflijk veel mee en er is ook heel veel wat je aan kan raken met je vingers. Dus daarom laten we jou bij deze en mezelf ook een vingerpro worden. Ben je nou helemaal nieuw op het gebied van vingeren? Check dan even deze aflevering. We hebben er al heel veel over verteld. Dus was je handen, knip je nagels, pak een pot glijmiddel erbij en ga er even goed voor zitten, want hier komen drie hele speciale vingertechnieken. De eerste techniek begint met de V van vingeren. Het heet dan ook de V-techniek. Wat doe je? Je pakt je pocketpussy, je eigen vagina of een sinaasappel erbij. Ik gebruik heel even wat glijmiddel. Oké. Wat je doet, je maakt met je rechter of linkerhand een V met je wijs en je middelvinger. Vervolgens ga je je schaamlippen soort van spreiden. Dus je gaat erin en je maakt een V. En dan kan je de binnenste meenemen of alleen de buitenste. Je moet dat zelf ook even aanvoelen. Je moet wel altijd goed opletten hoe je partner reageert. En als je het op een sinaasappel probeert, dan hoef je iets minder rekening mee te houden. Met deze V-techniek stimuleer je dus heel goed de schaamlippen, omdat je in één keer overal bij kan. En je kan al langzaam een beetje gaan bewegen richting de clitoris. Maar nog niet te snel, want daarvoor hebben we tijd. Bij deze tweede techniek focussen we op de clitoris. En ik noem deze techniek dan ook de knikker. Want je clitoris zit eigenlijk verstopt in een soort hoedje. En je kan je clitoris vergelijken met een knikker, want het is eigenlijk een klein balletje. En in dat hoedje is er best wel wat bewegingsruimte voor je klit. En dat betekent dat we ermee kunnen gaan spelen. Wat je doet, is je pakt die knikker, die clitoris, tussen je duim en wijsvinger vast. En je gaat hem eigenlijk een beetje zo heen en weer bewegen. Dit moet je zelf aanvoelen. De clitoris is namelijk super gevoelig. Dus als jij het idee hebt dat het allemaal een beetje te heftig is, dan moet je vooral stoppen. Maar je kan in ieder geval kijken wat chill voor jou is. Wanneer je lekker met je knikker hebt gerold en toe bent aan iets anders, kun je ook gaan voor plaatjes draaien. En dan heb ik het niet over muziek, nee, dan heb ik het over je eigen DJ-set. Namelijk je twee vingers en je klit. Je kan met die twee vingers over het knikkertje, je clitoris, gaan rollen om te kijken of dit extra veel stimulatie oplevert. Misschien word je er ook natter van. Dit betekent dat je geen glijmiddel hoeft te gebruiken, maar gewoon wat uit je vagina kan scheppen. Maar het is wel chill als het nat is, want laten we eerlijk zijn, over een droge, ruwe klit wrijven, daar wordt niemand gelukkig van. En dan nu, de grande finale. Wil je echt eventjes helemaal je clitoris de baas worden, dan kan je ook het hoedje, wat dus uiteindelijk je clitoris, de knikker in deze, beschermt, op en neer gaan bewegen. Dus wat je eigenlijk doet, is het knikkertje, je clitoris, aftrekken met het hoedje wat hem beschermt. En dit hoedje is heel erg nodig, want die clitoris is zo ongelooflijk gevoelig. Je moet zelf maar bepalen wat je het chills vindt, want alleen jij weet dat. En dan is het nu tijd voor techniek nummer 3. En dit is specifiek nummer 3, omdat het belangrijk is om nat te zijn. We gaan namelijk penetreren, en wel met onze vingers. Ik zei het net al even, ik dacht dus vroeger echt dat vingeren gewoon zo erin, eruit, erin, eruit, erin, eruit was.
Maar dit is eigenlijk totaal niet zo. Want het fijne aan een vinger is, in tegenstelling tot een penis, een vinger allerlei bochten kan maken. En helemaal niet gebonden is aan een soort vast staccato ritme. Dus daar moeten we vooral gebruik van gaan maken. Wanneer je de vagina entert, zorg dat die goed nat is, kan je dus met je vinger, in plaats van dit te doen, gewoon rustig rondjes draaien. Verken die vagina-wand. Kijk eventjes hoe ver je kan gaan. Je stimuleert dus de binnenkant van de vagina-wand, met je vinger. Dat kan je eerst doen met je wijsvinger, maar op een gegeven moment denk je misschien, nou, mijn duim, die kan er ook wat van. En het fijne is dat je nog vier vingers overhoudt voor alle andere stimulaties waar we het net over gehad hebben. Dus wil je een echte pro zijn, dan kan je bijvoorbeeld de klit met die wijsvinger gaan stimuleren. Dan heb je dus een dubbele stimulatie, wat zorgt voor een explosie. Wanneer je deze techniek toepast, kun je ook op zoek gaan naar de G-spot. En heb je nog een beetje moeite met waar die zit, check dan even deze aflevering, dan weet ik zeker dat je hem vindt. Ho, 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 heel belangrijk, voordat je gaat. Hou tijdens het vingeren altijd je oren en je ogen open, omdat niet elke techniek op dezelfde manier werkt. Nou, vrouwen zijn gewoon heel erg verschillend. Daar kunnen we ook niet zoveel aan doen. Eén ding is zeker, we kunnen wel squirten. En als je maar goed genoeg luistert naar haar lichaam, dan lukt het jou misschien. See you next week.